Op de website van een grote supermarktketen met hamsters kunnen klanten hun favoriete recept uploaden. Een van die recepten heet gevulde gehaktbroodjes voor 4 personen. De kok heet Gerdo Hazelhekken. Rutger Kopland schrijft: tijd, het is vreemd. Het is vreemd mooi ook, nooit te zullen weten wat het is. Draai de tijd eens achterstevoren af. Luister goed. Hoor Gerdo Hazelhekken. De naam klinkt als de klok bij je grootouders. Doe je ogen dicht. Zeg hardop Gerdo Hazelhekken. En ruik hoe het daar in huis rook. Gerdo Hazelhekken. In iedere lettergreep echoot tijd die voorbijgegleden is. Er was een tijd dat zwart-wit via okertinten langzaam kleur werd. Voetballers haasten zich na de training naar een andere baan en in Wageningen speelden ze profvoetbal. Er bestond nog zoiets als een militair elftal, waarin spelers als Hazelhekken, Van de Kerkhof en Van Marwijk gebroederlijk naast elkaar stonden. Er was een tijd dat voetballers Rolf-Jan Tiktak heten, of Fred Filippo, Koos Kuut of Gerdo Hazelhekken. Een tijd waarin PSV nog met 1-6 van Wageningen kon verliezen. Stanley Biesch, scherp voor, daar komt de kans op de goal. En nu is het Gerdo Hazelhekken. Een tijd waarin NEC, Wageningen, de Graafschap, Wageningen, Go Ahead gold als een loopbaan om legendarisch mee te worden. In bescheiden kring, maar toch. 2-4 winnen bij Ajax in de Meer. Dat is het materiaal waar ze in de legendefabriek wel raad mee weten. In de tijd die klinkt naar Gerdo Hazelhekken gingen voetballers na hun carrière aan de slag. In Hazelhekkens geval na een slepende enkel- en achillespeesblessure in sportzaken, relatiegeschenken en de in- en export. Klinkt ook een beetje naar vroeger. In- en export. De tijd. Het is vreemd, mooi, nooit te zullen weten wat het is. Maar hij klinkt als Gerdo Hazelhekken. En hij smaakt naar gevulde gehaktbroodjes voor 4 personen.